Dan uitzoomen naar het grotere plaatje. Ja. Uh, want iedereen wil uh, dat de treinen altijd overal rijden. Zeker. En, en dat er ook voldoende rijtuigen achter een locomotief hangen, zodat iedereen kan zitten. En niet op een balkon hoeft te staan in elkaars uh, parfum. Klopt. Toch? Ja. Uh, en u zegt dat kan eigenlijk niet uh, want zonder uh, de, de, de spoorwegen duurder te maken, het kaartje duurder te maken. Tot zover is het de wat in juist, toch? Er zijn heel veel nuanceringen mogelijk. maar... Uh, dat in worden, grote lijnen. Ja, in grote lijnen uh, uh, klopt dat ongeveer wel. Gegeven het feit dat al onze kosten zijn gestegen de afgelopen jaren. Het personeelskosten, het materieelkosten, het energiekosten. Ja. Is dat de realiteit buiten? Tegelijkertijd ben ik het onmiddellijk met u eens dat wij duur zijn. En dat het op momenten heel druk is ja. in de trein. Nou, wij zijn, wij zijn best duur als spoorwegen, ook Zekker. internationaal gezien. Ja. Nou, heeft... vind, vindt u dan dat als je een kaartje koopt voor dat bedrag, zeker met 7% erbovenop, bovenop de inflatie, eh, dat je daarvoor terugkrijgt wat je ervan mag verwachten? En, en dan met name in de spits? Eén stap terug. Uh, het klopt dat Nederland relatief duur is. Uh, wat, wat, hoe komt dat? In andere landen uh, is het vaker zo dat de belastingbetaler meebetaalt. Ja. In Nederland is het zo dat de reiziger, zomaar zeggen, de volle pond betaalt uh, van het treinkaartje. Ja. Dus daarom zijn wij inderdaad duurder. Ja. Dat hoor ik ook heel veel van onze reizigers. Dat ze het te duur vinden. Ja, vindt u dat zelf ook eigenlijk? Ja, ik, begrijp dat, ik begrijp dat gevoel zeker, ja. ja. U, dus u vindt eigenlijk een treinkaartje te duur. Ja, dus daarom, ook, daarom hebben we geprobeerd uh, uh, via zo'n zo spits. Uh, of via de tariefdifferentiatie. Ja, dus duurder in de spits, goedkoper in de daluren. Precies, ja, 80% ja. Procent van onze kijkers ja. zou goedkoper worden. Nou, ja. nou, nogmaals, daar is geen, geen maatschappelijke politiek draagvlak voor. Ja. Dus zullen we naar andere manieren moeten gaan, gaan, gaan zoeken ja. om de treinkaartje betaalbaar te houden. Nou, dus hebben, ook... heeft uw partij, D66, maar ook GroenLinks Partij van de Arbeid en ik geloof ook nog andere partijen, die hebben een klimaatticket voorgesteld. En ook Pieter Omtzigt, trouwens, partij van Pieter Omtzigt, NSC. Ja. Goed idee. Zeker, ja, Duitsland heeft het al, Frankrijk heeft ja, het al. Dus dat is wat is het, vijftientjes vijf of zo, waar je dan uh, in de spits tegen gereduceerd tarief kan rijden? Um, uh, GroenLinks PvdA wil zelfs dat dat dan onbeperkt is voor dat bedrag. Ja, je moet altijd weer goed nadenken hoe je het vormgeeft. Kijk, in Duitsland is het 49 euro per maand, maar alleen voor de regionale treinen. Niet ja. voor de intercities bijvoorbeeld. En Duitsland is natuurlijk een groot land. Uh, in Nederland is dat zo met elkaar vervlochten dat je echt wel moet nadenken over de vormgeving daarvan. Maar het, het, het wat, is een, wat is een vormgeving die voor u werkbaar zou zijn? Nou, kijk, het metapunt is wat ik heel positief vind uit de. Uh, de verkiezingsprogramma's, dat heel veel partijen zien dat betaalbaarheid van het openbaar vervoer, niet alleen de treinen, maar ook de bussen en de metro's en de trams, echt wel een issue is voor Nederland. En uh, er zijn klimaatticketvoorstellen. Er zijn ook voorstellen om het helemaal gratis te maken. Ja. Ik denk dat dat heel duur is. Ja. Maar er zijn ook voorstellen om bijvoorbeeld de BTW op, op het uh, trein- of het buskaartje naar 0% te verlagen. Er zijn ook voorstellen van GroenLinks, Partij van de Arbeid, om de hele NS uh, op één hoop te vegen met ProRail, één bedrijf van te maken zoals het vroeger ooit was, maar ook meteen maar te nationaliseren. Wat vindt de president-directeur van de NS daarvan? Ja, even, uh, er is 20 jaar geleden besloten om het uit elkaar te halen. Ja. Uh, met, met aparte verantwoordelijkheden. Het weer zomaar in elkaar vlechten... dat gaat een proces van, van meer dan tien jaar kosten. Hmm. En uh, de, de vraag is of we daarop zitten te wachten met z'n allen. Want er moet zoveel gebeuren aan het spoor de komende jaren. En we moeten vooral bezig zijn met de reiziger. Ja. En niet met onszelf. Dat en nationaliseren? Nou, we zijn al genationaliseerd, want we zijn 100% eigendom van het ministerie van Financiën. Nou, u bent wel um, zelfstandig in uw bedrijfsvoering. U, ja, u legt wel verantwoording af aan de staatssecretaris, maar u bent wel zelfstandig. Nou, het is zelfs zo: dat wij leggen verantwoording over onze concessie af aan de staatssecretaris van de INW. Ja. Maar 100% van de aandelen zijn van de Nederlandse staat. Dus als ja. wij winst maken en dividend uitkeren, gaat het ook terug naar de belastingbetaler. Ja. Waar dus ook weer een goedkope treinkaartje van gefinancierd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld. Dus dan kom je weer terug bij de andere onderdelen: B BTW naar 0% of een klimaatticketvariant. Eh, alles om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Nederland te vergroten. Ja. Dus wat mij betreft. Be